Vaak is het gerecht gewoon één grote hoop op een heel groot bord. Er is niet de geringste moeite gedaan om het ook maar enigszins esthetisch aantrekkelijk te maken. Ik heb altijd de pest gehad aan overdreven esthetische opdiening van voedsel. U kent dat wel, zo'n reusachtig bord met zo'n takje dit en een piemeltje van dat en een kerstje van zus. En nou ja, dat soort dat ding vond ik altijd aanstellerij. Maar dit is dus het andere uiterste. Je hebt het gevoel dat ergens in die keuken een reusachtige maalmachine staat, waar vrijwel al het voedsel ingeworpen wordt. Aan de onderkant zit zo'n uitstroomopening, zoals bij de ijsmachine. Dan druk je het bord tegenaan, dan ploep. Het verlossen, kunt u mij horen? Maarten is op reis door Amerika. Het is alweer een weekje geleden, Maarten, dat we contact hadden. Je bent daar, voor de mensen die dat niet weten, voor een serie die je maakt voor Videoland over dino's. Inmiddels aangekomen in de Great American Heartland, zoals ze dat daar noemen. Wat heb je allemaal meegemaakt? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, wat moeten we dan maar doen? We zijn ondertussen natuurlijk bijna een week verder. Ik kom net van de opgraving. Die is hier in de binnenlanden van Wyoming. Wyoming is 6 keer zo groot als Nederland. En ruim 500.000 inwoners. Dus ja, tel uit je winst. In feite is hier, zijn wat dorpen. Er zijn een paar kleinere steden. En verder is er niets, om het kort samen te vatten. Je rijdt regelmatig lange, lange stukken waarbij je eigenlijk helemaal niemand ziet. Het is vooral omdat je hier nog in de zogenaamde Badlands zit. Dat is een heel specifiek landschap, wat overal in dit stuk van Amerika voorkomt, zowel in de Dakota's als in Montana als in Wyoming, maar ook dus in Alberta in Canada. En dat heeft te maken met een binnenzee die hier ooit lang geleden was en die heeft specifieke sedimenten achtergelaten en die eroderen heel makkelijk. En het eindresultaat is een weergaloos mooi, eenzaam, woestijnachtig landschap. Ook wel een beetje bedrukkend soms, maar wel prachtig om te zien. Vooral als je dan zo'n beetje op een heuveltje komt en je kunt 25, 30 kilometer ver zien. Je ziet ook de Rockies met sneeuw erop en zo. Het is betrekkelijk overweldigend. Extra overweldigend omdat er dus verder niks is. Het is leeg. Het is van een verbazingwekkende leegte. Anders kun je het niet noemen. En de weg... Wij zitten hier in een betrekkelijk klein dorp. Dat heet Lovell. 5000 inwoners als ik het wel heb. Of zelfs nog een stuk minder. Dat zou ook kunnen zijn. Dat ik het verwar met het vorige dorp waar we zaten. En dan moet je nog over allerlei stoffige grind- en zandwegen naar de plek waar de daadwerkelijke opgraving is. En daar zie je een hele groep jongelui met troffeltjes en dingetjes, harkertjes. En stoffig en blik en die is bezig om de botten van die dino uit het sediment te peuteren, om het maar even zo te zeggen. Als leek, als je er niks van af weet, zeg je nou, het is hier maar een stoffige boel, er is geen klap te zien. En pas eigenlijk als je weet hoe ingewikkeld het is en wat voor procedures er gevolgd worden, pas dan begin je te begrijpen hoe ingewikkeld en het is en hoe lang het duurt voordat je die botten die dus in dat sediment zitten, voordat je die zodanig eruit hebt gehaald en op hebt gesteld, dat het een aantrekkelijk museaal object is geworden. De bekende, nou ja, meestal de bekende T-Rex, de allerbekendste dino. Maar er zijn zoals iedereen weet tal van andere duizenden en duizenden verschillende soorten dino's geweest. En ik zal even heel kort schetsen hoe dan aan die procedure is. Dus ja, iemand moet ontdekt hebben dat er ergens in dat woeste landschap een dino ligt. Dat zijn meestal commerciële dinozoekers, want die commercie rond de dino's die is zeer behoorlijk ontwikkeld. Dus als je iets lolligs vindt, dan is dat goed verkoopbaar. Moet je natuurlijk een deal maken met de bezitter van de grond en allerlei andere dingen, maar in principe is het ook een hele commerciële kant aan de zaak. Niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een commerciële kant. En waarschijnlijk zijn deze dingen ontdekt door commerciële zoekers, maar die zagen dat het veel te groot was en die hebben het weer toegedekt. En zodoende is Naturalis daar in combinatie met andere instellingen aan het graven gegaan.
daarbij geassisteerd door tientallen jonge vrijwilligers. Ik zou het bijvoorbeeld niet meer kunnen om bij die hitte in zo'n zandkuil te zitten en dan met zo'n stoffetje de hele dag, niet waar, zo'n dijbeenbot te bevrijden. Als je een beetje weet waar, hoe het zit, dan weet je, kun je wel onderscheiden wat het verschil is tussen, zeg maar, het bot aan de ene kant en het sediment aan de andere kant. Maar dan moet je dat bot uit het sediment zien te krijgen. En dat is nog niet zo simpel, want als je het er gewoon uit zou halen en je zou geen voorzorgsmaatregelen treffen, dan valt het in allerlei opzichten in duizend stukken uit elkaar. Dus als het ontdekt is, wordt er ook lijm opgespoten. En uiteindelijk, niet waar, wordt de hele bubs, als eenmaal duidelijk is hoe het begrensd is, het object, die wordt als het ware losgemaakt uit dat sediment waar het gevonden is. En die wordt in een soort van gipsen omhulsel gestopt. En dat hele gipsen omhulsel, niet waar, waar uiteindelijk die botten nog uitgeprepareerd moeten worden, dat gaat naar een museumlaboratorium. En dat gebeurt daar. Dat is een heidens karwei waar vaak jaren overheen gaan. En dan moet je met een tandartsboertje en alle andere piemelige instrumenten, moet dat bot uiteindelijk eruit gehaald worden. En als dat eenmaal klaar is, dan kun je in principe, meestal weten ze al lang wat voor beest het is. Dat kan de paleontoloog, die kan dat goed zien aan het soort van botten. En dan kan het beest in principe opgesteld worden. Maar u moet zich realiseren dat vrijwel alle dinosaurusskeletten die gevonden worden zijn incompleet. Het hoofd is er niet, de staart is er niet, het bekken is er niet, van alles en nog wat. Dus je moet ook dan als het ware de nepbotten die moet je erbij creëren om het ding enigszins overtuigend op te stellen in het museum. Er zijn maar heel, heel weinig dinosaurus-skeletten die compleet of bijna compleet zijn gevonden. Dus vanaf het moment van ontdekken tot het moment van de, zeg maar, de tentoongestelde dinosaurus in het museum, dat is een langdurig en meestal jarenvretend proces. Wat dus ook, dat zal begrijpelijk zijn, flink wat kost. Maar het aardige is toch, vond ik, van deze reis, dat ik eigenlijk begrepen heb in wat voor context die dingen gevonden worden. Daar had ik eigenlijk nooit iets over gelezen. Natuurlijk had ik skeletten gezien en ik had ook natuurlijk gelezen over dinosaurussen. Maar deze hele praktische exercitie die ik nu geprobeerd heb te schetsen, daar had ik eigenlijk bar weinig over gelezen. Ik was verbaasd toen ik voor het eerst, niet waar, een soort cowboy-onderzoeker waarmee we even opgetrokken zijn. Niet waar, toen hij iets gevonden had, haalde hij onmiddellijk een soort spuitbusje tevoorschijn met lijm. En hij spoot lijm op het gevonden object. En daarbij dan denk je, hoe gaat dat op die manier? En overal kun je zeggen, waarom zijn we hier? Dat is eigenlijk wel een belangrijke zaak. Natuurlijk, waarom zijn we bijvoorbeeld niet bij opgravingen van dinosaurusbot in Bennekom terechtgekomen, omdat er in Bennekom geen dinosaurusbot uit de grond komen? Dat heeft te maken met het feit dat Nederland eigenlijk één groot aanslipsel is van relatief recente datum. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat juist hier, in die Badlands, waar die ik beschreven heb, daar wemelt het eigenlijk van de dinosaurusskeletten of restanten van skeletten en ook van allerlei andere restanten. En dat komt omdat het relatief zacht sediment is en tegelijkertijd omdat het op de meeste plekken heel sterk geërodeerd is. Er zijn plekken waar de botten gewoon uit de grond steken, om het maar zo te zeggen. En daarom is het hele gebied, laten we zeggen, van Canada tot en met Wyoming, dat is eigenlijk bij uitstek een gebied waar voortdurend dinosaurusbotten boven de grond komen. Een vergelijkbaar gebied heb je in China, in Mongolië. Daar worden ook de meest fantastische dinosaurusbotten worden daar gevonden. Waarom dat daar is, weet ik niet. Maar eigenlijk zouden we weer een nieuwe reis moeten maken
om in Mongolië te gaan kijken wat daar nu de context is. Want het heeft, het hele verschijnsel van het dinosaurusskelet heeft dus een specifieke context. En dat is valt weer te herleiden, niet waar, tot het geologische verleden van dit hele gebied. Ik geloof dat ik het al beschreven heb de vorige keer, maar het kan geen kwaad het kort nog even te doen. Ooit was hier een enorme, niet al te diepe binnenzee, waarvan het niveau regelmatig steeg en daalde. Daar kwamen allerlei rivieren op uit. Het klimaat was warm en vochtig. En daar zijn door die omstandigheden zijn die sedimenten gevormd. En dat sloeg neer in die zee en dat werd aangevoerd door die rivieren. En dat sediment dat wordt nu geërodeerd en dan, hup, daar heb je dus de botten van dinosauriërs die bij allerlei calamiteiten voor de dinosauriërs in de grond terecht zijn gekomen. Dat kunnen overstromingen zijn, aardverschuivingen. Het kan in principe van alles en nog wat zijn. Maar goed, daar liggen dus die skeletten. Ook hier liggen meerdere skeletten in relatief dicht bij elkaar. En is er zelfs ook op één plek sprake van meerdere dieren op één specifiek punt. Dus vandaar onze reis naar deze wonderlijke contraille. Want ik moet erbij zeggen, ik zou nooit van mijn hele leven in deze uithoeken van de Verenigde Staten terecht zijn gekomen. Als het niet was vanwege deze dino-reis. En dat was weer het gevolg van een suggestie van Philip Frederiks. Die zei, toen Gijs en ik iets te lang zaten te zeuren over de dinosauriërs, waarom maken jullie samen geen podcast? En nou, zodoende zit ik nu op een hotelkamertje in een dorp in Wyoming. Het dorp heet Lovell, L-O-V-E-L-L. Dat wat betreft de dino's, laat ik ook nog iets zeggen over die dorpen hier in de Great American Heartland, want daar heb je hier eigenlijk mee te maken. Er wordt wel eens gezegd, Amerika bestaat eigenlijk in toenemende mate uit twee stukken. Een uitgesproken modern Amerika met moderne opvattingen en ideeën. En dat is vooral, zijn vooral de kuststreken, dus de Atlantische kust en de Pacifische kust. En eventueel kun je ook Chicago meetellen. En daartussen zit de Great American Heartland. Al die kleine plaatsjes, eigenlijk een soort dorpen, al hebben ze niet precies de uitstraling van een Europees dorp, maar het stelt in het algemeen niet zo verschrikkelijk veel voor. Ook het plaatsje Lovell stelt niet zo verschrikkelijk veel voor. Als je je ogen dicht doet en niemand vertelt je waar je bent, dan heb je het gevoel dat al die plaatsjes eigenlijk min of meer hetzelfde zijn. En het zijn, ja, ik moet daar toch vrij kritisch over zijn, het zijn bepaald geen inspirerende plaatsjes. Dat kun je met de beste wil van de wereld niet zeggen. Het is een main street met een paar zijstraken waarvan die typisch Amerikaanse huisjes staan. Ook als zo'n huisje een beetje verwaarloosd wordt, dan begint het gewoon na 25 jaar begint het spontaan in te storten. Als je ook op een Amerikaanse bouwplaats bent, dan hoor je voortdurend het geluid van een niet-pistool. Het wordt van een soort van spaanplaat en die pistolen wordt het in elkaar gezet. Veel staying power heeft het waarschijnlijk niet. En dat geeft eigenlijk een impressie in heel veel van die kleinere Amerikaanse plaatsen in de Great American Heartland, dat het allemaal maar tijdelijk is. Dat het een soort uit de kluiten gewassen kampeerterrein is. Dat ze op doortocht zijn, dat het niet, nou ja, als je een Italiaans dorp binnenrijdt, dan weet je met vrijwel aanzienlijke zekerheid dat het minimaal 2000 jaar oud is. Zeker, dat moet kunnen. En dat geldt voor grote stukken van Europa. En hier heb je altijd het gevoel, ze zijn op doortocht. Het zal uiteindelijk niks worden. Deze dorpen zijn natuurlijk ook meestal van betrekkelijk recente datum, vanuit de late 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar zijn ze zelden oud. Dat kan haast niet in deze streken. En dat is ook te zien. En dan heb je dus die Main Street. En daar staan allemaal grotendeels één verdieping hoge gebouwen, die altijd een beetje een, hoe zal ik dat eens zeggen, amateuristische, licht verwaarloosde indruk maken. Dus er is ook niks in die dorpen, moet ik zeggen, afgezien van die Main Street dan in alle opzichten. Er is weinig vertier, voor zover ik dat enigszins na kan gaan.
je gaat natuurlijk 's avonds in zo'n eetcafé, ga je eten en het is niet direct aanmoedig, zo zou ik het niet willen beschrijven, maar je hebt wel het gevoel dat hier sinds 1957 de tijd stil heeft gestaan. Anders kan ik het niet beschrijven. En je begrijpt ook wel iets van die sentimenten die in dat Great American Heartland leven ten opzichte van dat urbane Amerika, of dat nou Seattle of LA of Boston of New York is, dat doet er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel toe. Dat is in allerlei opzichten een andere wereld. Dit is een hele kleinschalige wereld waar niet veel te doen is en waar sinds in de afgelopen decennia ook niet veel veranderd is. Er zal soms zeker vitale economische activiteit zijn, maar op veel plekken heb je ook de indruk dat er geen sprake is van vitale economische activiteit. Je ziet niemand lopen. Nou is het op dit moment ongekend warm hier, maar eigenlijk zie je ook in die Main Street, ik heb ook de indruk, als ze 3 straten verder moeten zijn, dan gaan ze in de pick-up met de brullende motor, want ze laten ze lekker brullen. En dan gaan ze die 3 straten verder. Dat doen ze dus ook in principe met de auto. De benzine is hier ook veel duurder geworden, maar altijd nog stukken en stukken goedkoper dan in Nederland. Maar ze klagen daar steen en benen over. Je zou kunnen zeggen, benzine is in allerlei opzichten in de Verenigde Staten belangrijker dan water of enig ander vocht. Want eigenlijk is het hele leven van deze mensen, zeker in dit soort van orde, dat rust uiteindelijk op de aanwezigheid van benzine. Diesel is hier hoogst zeldzaam, geloof ik dat het alleen in grote vrachtauto's frequent gebruikt wordt. Dan hebben we nog een heel typisch Amerikaans fenomeen, waar je als Nederlander toch, eerst denk je wat lollig en zo, en je zit op die kaart te kijken, want ik heb het natuurlijk over voedsel. En dan zie je 36 verschillende hamburgers opstaan, en er staan allerlei andere wonderlijke gerechten op. En het is allemaal modder en moddervet. Smothered in cheese staat ook overal bij. Wat het ook is, het is smothered in cheese. Als het gefried, deep fried is, dan is het vaak 2 keer deep fried. Het is verbazingwekkend. En ook de manier waarop dat geserveerd wordt, daar moet je toch ook je twijfels, eerlijk gezegd, bij hebben. Vaak is het gerecht gewoon 1 grote hoop op een heel groot bord. Er is niet de geringste moeite gedaan om het ook maar enigszins esthetisch aantrekkelijk te maken. Ik heb altijd de pest gehad aan overdreven esthetische opdiening van voedsel. U kent dat wel, zo'n reusachtig bord met zo'n takje dit en een piemeltje van dat en een kerstje van zus. En nou ja, dat soort dat ding vond ik altijd aanstellerij. Maar dit is dus het andere uiterste. Je hebt het gevoel dat ergens in die keuken een reusachtige maalmachine staat, waar vrijwel al het voedsel ingeworpen wordt. Aan de onderkant zit zo'n uitstroomopening zoals bij de ijsmachine. Dan druk je het bord tegenaan en poep, daar valt een enorme hoeveelheid voedsel valt daar op je bord, zonder eigenlijk dat het enigszins van elkaar onderscheiden wordt. En ik moet zeggen, tot mijn spijt in zekere zin, ik ben zelf wel een liefhebber van een hamburgertje op zijn tijd, maar dit zijn geen eetbare hamburgers. Er komt een soort van toren van Pisa op tafel, want er zit zoveel op dat die sowieso al bij voorbaat scheef hangt. Waarom zijn we toch op die rare weg opgegaan bij de hamburger? Wat is de hamburger van oorsprong? Een kadetje met een stukje vlees ertussen. Dat is het. Een patty, als u het zo wil noemen. Een soort platte gehaktbal. Nou, daar kun je eventueel een beetje ketchup bij doen, maar daar hoeft toch niet een hele keukenoutillage bij gegooid te worden. Zodat je dat ding dus niet behoorlijk kan eten, want je moet hem dus eigenlijk een stuk uit elkaar leggen en dan moet je de afzonderlijke stukken, maar dat terwijl je bezig bent met een belegd broodje. En als u nou denkt dat deze gekkigheid alleen in Amerika zich voordoet, u weet, als u een belegd broodje in zo'n Nederlandse broodjeszaak bestelt, en u bestelt een broodje komijnenkaas, dan krijg je er dus 27 stukjes komijnenkaas op, wat helemaal niet lekker is.
Twee stukjes is ruim voldoende om een lekker broodje komijnenkaas te maken. Dus ik wil ook graag de Nederlandse broodjeszaken oproepen. Hou op met die rare, totaal overdreven, obsessionele vulling van die broodjes. Het is getikt. De Amerikanen verpesten hun hamburgers met dit soort van getikte. Het is niet te eten. Nou, denk aan de Big Mac. Hè? En als je een sandwich hebt, dan is die zo godvergeten dik en dik belegd met van alles en nog wat. Dat ze er een soort speer doorheen moeten steken om te vermijden dat die in 100.000 stukken uit elkaar valt. Wat is dit nou voor een rare... Hè? Ja, je begint haast te denken een vergelijking met de dino's te maken die ook op een goed moment allemaal enorme rare staketsels op hun kop kregen. En dan dat je ook denkt van nou, dat is nou allemaal wel een beetje overdreven. Wat je eigenlijk ook bij de neushoorn hebt. Dat je denkt, kom op jongens. Dit is een beetje een raar beest. God, de evolutie heeft dat beest geproduceerd. Hij kan in leven blijven. Althans, zolang de Chinezen niet denken dat die horen dat die lustopwekkend is. Maar het is toch wel een beetje een gek beest. Maar dat heb je nu ook met de belegde broodjes. De belegde broodjes zou je kunnen zien als de neushoorn die het gevolg is geweest van de evolutionaire ontwikkeling van wat ooit een doodnormaal beest was. Denk ik. Dus ja, tenslotte krijg je de grootste moeite met dat bestellen van voedsel in de Verenigde Staten. Ik volg nu een hele aparte techniek, waarbij ik kijk wat de bestanddelen van het gerecht zijn wat ik ga bestellen. Ik zal maar zeggen, we gaan een omeletje bestellen voor de lunch. En wat bij die omelet, als je daar niet enorm op past, krijg je dus een reusachtig bord met gebakken aardappelen. Van alles en nog wat krijgen de hash browns. Ze zijn gek op hash browns. Plus nog allerlei artikelen die ook weer smothered in cheese zijn. En dan moet je dus, de kunst is dat je tegen de diensten, soms zeggen ze dat ze het niet willen doen, maar meestal doen ze het wel. En je haalt al die dingen eraf. Dus je bestelt een omelet. En dan zeg je alleen met een klein beetje tomaat. En dus de hash browns mogen weggelaten worden. Wat smothered in cheese is, mag weggelaten worden. Ten slotte heb je dus het ding als het ware kaal besteld. Nadat je 26 toelagen bij de omelet, nadat je die opgeruimd hebt. Want wacht even, ik heb het hier voor een omelet bij de lunch of bij het ontbijt. Voordat je het weet, in Amerika heb je bij het ontbijt al zo onbeschrijfelijk veel gegeten dat je 2 dagen moeiteloos zonder eten voort zou kunnen. Als u zich ooit afvraagt waarom Amerikanen zo dik zijn, want ik kan u verzekeren dat ze zeker hier in de Great American Heartland vrijwel allemaal wanstaltig dik zijn, echt op het waggelniveau. Ik ben zelf ook niet de dunste, maar vergeleken met die mensen hier ben ik, laten we zeggen, een elastische atleet, een Nureyev uit Europa, om het maar even zo te noemen. Het is, hele jonge vrouwen zijn al veel en veel te dik. Je bent echt stom verbaasd als er een dunne Amerikaanse familie binnenkomt. Ja, grote god. Zouden ze een ziekte hebben of zo? Nou ja, nee, ze hebben geen ziekte. Ze zijn normaal en ze eten niet voortdurend bij ontbijt, lunch en diner een kilo hash browns. Ja, wat zijn hash browns? Een soort blokjes. In blokjes gebakken aardappelen, daar komt het de grote trek op neer. Dus u ziet, ik geniet van de Verenigde Staten met volle teugen. Je bent toch altijd weer verbaasd hoe anders het land is dan Europa. Dat moet ik er wel bij zeggen. Natuurlijk landschappelijk. En je moet eigenlijk zeggen, de grootste kracht van de Verenigde Staten is toch vaak het unieke, schitterende, overweldigende lege landschap. Dat een land zo ontzettend leeg kan zijn. Het is dan natuurlijk niet gezellig, niet waar. Zoals Nederland zo ontzettend gezellig vol is. Helemaal vol. Altijd wel een kerktorentje, een huisje, een dingetje, een boompje te zien. Ik zwijg nog even over het feit dat je overal ook wel een tractor te zien krijgt. John Deere zie je ook heel populair in de Verenigde Staten. Ook met allerlei kleinere apparaatjes. Wat je denkt van dat zou toch veel verstandiger zijn, dat de boeren wat kleinere apparaatjes gingen kopen. Je kunt hele leuke kleine bulldozertjes, kleine tractortjes kun je krijgen. Je hoeft helemaal niet zo'n reuze ding te kopen.
Nou, kortom, dat zijn mijn impressies van de afgelopen week. En de autorit is hier altijd lang. Dat is ook wel vrij komisch. Als je dan zo'n afspraak hebt en ja, die man zei, nee, ik heb wel een leuke punt. En jij zei, waar moeten we dan ver rijden? Nee, het is hier vlakbij. En toen moesten we 1,5 uur rijden. Dat vond hij eigenlijk een vrij vanzelfsprekende gang van zaken. Maar goed, dat hoort er hier vanzelfsprekend bij. Dat wat betreft een week Amerika. Volg ons ondertussen ook op de socials als je niets wil missen. Maarten Podcast op Twitter en Insta. En voor video's kun je nu ook terecht op Dailymotion. Linkje vind je in de beschrijving. Alleen met een klein beetje tomaat. The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.